Giliano, hoe is deze transfer tot stand gekomen? Uh, deze transfer is tot stand gekomen doordat uh, ik zelf contact heb opgenomen met Henk Verstee. En uh, afgelopen drie jaar heb ik niet het maximale uit mijn carrière kunnen halen. En uh, Sparta wil mij die kans uh, geven. Ik heb hier ook uh, in de jeugd gespeeld en uh, ik heb nog uh, warme gevoelens voor deze club. En uh, ik ga deze kans met beide handen aangrijpen. Ja, je zegt hetzelfde al. Je hebt hier gespeeld in de jeugd. Speelde dit een nadrukkelijke rol in je keuze uiteindelijk? Uh, ja, er waren ook uh, andere clubs waar ik naartoe kon in het buitenland. Maar uh, ik wil gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen. En dat het hier kan, bij mijn oude club, dat is alleen maar mooi. Dus er zijn zeker nog warme gevoelens richting Sparta? Hele warme gevoelens. Ik heb een uh, goede jeugd hier gehad. Uh, dus uh, ja, nu was de kans weer dat ik terug kon komen. Dus uh, ja, ik ben heel blij met die kans. Want wat zijn je posities waar je op focust komend seizoen? Uh, ik focus me op de positie en uh, linkscentraal. Maar als ik uh, ergens anders nodig ben voor het team, dan speel ik daar met alle plezier. Want heb je daar ook de meeste ervaring, linksachter of links centraal? Uh, ja, als linksback heb ik de meeste ervaring. Uh, afgelopen seizoen heb ik een paar wedstrijden centraal gespeeld en uh, ja, ging goed. Tot slot. Heb je jezelf nog bepaalde doelen gesteld voor komend seizoen? Ik denk dat uh, Sparta. Gewoon in de Eredivisie thuis hoort. Dus ja, als doel is het zo snel mogelijk weer terug naar de Eredivisie. En uh, ja, mijn eigen doelen zijn gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen. En alle vertrouwen in een goede terugkeer? Ja, heel veel vertrouwen.